Helemaal, fijn dat je meedoet. Welkom bij mijn tweede balance les. Ik zou zeggen, pak je matje erbij, zet de muziek aan, misschien de lichten wat zachter. Dan zeg ik veel plezier. Kom voor op je mat staan en sluit je voeten. Spreid je tenen, voel de vloer onder je. Maak je rug wat langer, schouders laag en aan je in verleng. Sluit de handen en smelt nog iets meer in de mat. Adem uit, open en uit, ontspanning je forward fold, je nek, je schouders, je hoofd. Stap nu naar achter, kom op je knieën, knieën naar buiten, tenen samen en zak dan zachtjes in je child's pose. Ontspan. Spread dan je vingers iets meer uit, zet af met je benen. Nu plaats je knieën wat smaller, handen onder je schouders en duw de borst tussen je armen door. Maak de rug nu rond, dus zet iets meer af met je handen, buik in, rug wat langer, kin in. Maak je rug recht, benen dicht bij mij, tel hem op, een puntje tenen omhoog, scorpion leg. Doe nu je knie naar buiten en cirkel hem terug naar de vloer. Wissel andere kant. Dat is een mooie opwarming van de heup. Duw uit, rol terug, pak met een tempo op, wissel, voorste been. Dus duw hem omhoog, cirkel hem naar buiten. Hetzelfde been nogmaals. Dus til op, cirkel, wissel. Til op. Krul je tenen. Duw je heupen omhoog. En dus je down dog. Dus plaats even de handen, plaats de voeten. Kantel je bekken. Wat wil je dan? Bewegen. Wandelend in de voeten. Misschien aanhouden. Of gewoon je down dog pakken. Adem in naar de buik en zoek de lengte. Lengte in de rug, lengte in de benen. Dan doe het volgende voor mij. Lift de hielen, buig je knieën en duw je borst nog iets meer naar de benen. Goed krachtig in de armen, lang in de nek. En dan wordt die actie krachtiger, maar ook langer voor de rug. Zet de voeten weer neer. Hetzelfde maal, cirkel, benen dicht bij mij, buig het been, knie naar buiten en cirkel hem langzaam terug, wissel, linkerbeen, buig het been, til op, uit en drop, voorste been weer twee keer snel, dus duw hem omhoog, cirkel hem naar buiten, houd hem hoog, herhaal, ha, cirkel, wissel, duw, draai, nog eentje. Zet neer en wandel je voeten richting je handen. Aan de top van je mat ontspan je forward fold. En maak contact bovenlijf, bovenbenen. Geef jezelf ruimte voor Hindi. Dus zet iets verder weg. Tenen naar buiten, laat je heupen zakken. Misschien half, misschien helemaal. Misschien is het nog te vroeg, is het nog iets te koud. En dat is halverwege een betere keus. Handen laag, strek de benen opnieuw. Maak weer contact, bovenlijf, bovenbenen. Handen voor, handen naast. En adem. Nog één Hindi. Blijf de voeten, buig de benen, open de borst. Oké, zet de handen neer, zet je voeten wat smaller en rol langzaam omhoog. Goed voor aan de mat om te gaan voor Sun Salutation. Adem in, sluit je handen en maak lang vanaf de vloer tot aan de vingertoppen. Buig je benen open en buig voorwaarts. Benen dicht bij mij, grote lange stap naar achter, heupen laag, borst op. En zet nu af naar Down Dog. Spreid de vingers, kin op je borst en rol als een golf naar voren. Eerste ronde mag je je knieën altijd neerleggen. De tweede, derde en vierde ook. Kom naar beneden. Maak contact. En rol je schouders naar achter. Waar je je ellebogen klemt. Krul de tenen. Heupen hoog. Down dog. Benen dicht bij mij. Stap naar voren. In één. Of misschien twee keer. Sluit bij. Ontspan. Nou, zet af onder je voeten. En laat wat je omhoog brengen. Als je inademt. Adem uit. Andere been, tweede ronde. Stap uit. Zoek de ruimte in de beweging. Zet af.
Down dog. Kin op je borst en dan rol je naar voren. Adem in. Adem nu uit de rug naar beneden. Dan zak je dan halverwege of helemaal. Dan je up dog. Of je blijft onderin, wat past. Down dog. Wil je tenen? Achterste been. Als je buigt, kun je makkelijker stappen. Dat geldt voor de heenweg, dat geldt voor de terugweg. Sluit buik. Ontspan. Dus actief in je voeten. Daarmee actief in je benen. Dan kom je makkelijker omhoog. Duik. Neem je het dichtst bij mij. Maak de stap. Dus buik, ruimte en stap. Down dog. Blaas uit. Adem in een rol. Adem uit. En hier. Op je inademing open de voorkant. Adem uit en stretch. Stap naar voren. Adem in. Adem uit. Laat ze onder. Uit. Links. Adem uit. Adem in. Nou, blijf in je forward folds. En draai je met je neus en je tenen richting het beeld. Kom in het midden van je mat staan. Oh, en dan adem een keer diep in en uit. Geef mee met de zwaartekracht in je schouders. In je armen. En dan wees actief in je voeten, rol op. Oh, en dan gaan we voor de staande kracht. Je rechtervoet stap je uit, je linkervoet. Tenen opzij, tenen naar voren. Nou, buig en duw. Even sterk in beide benen. Open je armen en trek vooral deze heup iets naar achter. Schouders landen en dan gaan we hem verlengen. Adem in, adem uit. Plaats, verleng. En zoek een lange lijn door hier te zakken en daar te openen. Naar de eerste uitdaging in balans. Kijk naar beneden. Stap je linkervoet in. En balanceer voor je floating half moon. Borst en heup wijzen naar voren. Dan kun je uitduwen met beide voeten. Dus naar de vloer en naar de zijkant. Kun je je handen sluiten boven je hoofd. Ah, zet neer. Ronde nummer 2, zilde been. Dus plaats je voeten. Buig hier, duw daar. En level je heupen. Level je schouders. En adem. Nu geen verrassing meer voor de balans. Tweede kant. Pak vast. Stap in. Te lang. Veen als je je been vast moet houden voor balans. Dikke prima. En dan eens probeer. Handen uit elkaar. Of misschien je handen boven je hoofd. Krachtig uit beide voeten. Zet neer. Oh, andere kant. Dus draai links uit. Met je tenen rechts naar voren. En dan buig je, strek je. Dan kun je aan de buitenkant van je voeten duwen. En daarmee wat meer activeren in de benen. Armen volgen. Wervels bovenop elkaar. Adem in, adem uit. Verleng. Leg neer. En open. Dus wat maakt het kloppend? Je hebt overal evenveel ruimte. Zodat je relaxed kunt ademen. Balans. Blad pak vast. Stap in. Floating half moon. Hou je hem vast. Open je armen. Maar duw het beide voeten. En dan je handen. Hou je ze hier? Of pak je vast?
land. Setje 2. Oeh, ik begin hem al aardig te voelen. Het was koud in de zaal. Oké, maak hem weer kloppend. In de benen, heupen, wervels, schouders en armen. Zo, balans. Bak, sluit en te lang. En waar zit je adem? Ah, controleren naar de buik. En dan je armen. Te lang. Zet neer. Voeten ruim buiten je schouders. Kom in squat. En kantel je bekken. Lift je borst. Rechte heel. Te lang. En dan leun. Dan voorkom dat je verplaatst in één been. Blijf duwen in je linker. Switch. Dus land, draai, til op met je linkerheel. Dan maak een hele mooie ronde vorm vanaf het midden van je borst. Doen we nog een keer, wissel. Zet neer, draai. Adem. Adem verbinden. Switch. Schouders, breng je handen naar beneden. We zorgen een opening aan de voorkant. Je kan wat dieper zitten. En adem. Goed gedaan. Schud de benen even los. Dan gaan we voor balans. Misschien vind je het fijn om op je matje te blijven. En anders pak de grond als het je betere grip geeft. Beter balans. Dus voeten zijn samen en dan spreid je je tenen. Zet de beweging goed op. En daarna kunnen we gaan bouwen. Buig nu je benen. Handen starten boven je hoofd. Kantel de bekken. Schop eigenlijk je bekken onder. Maak daarmee je buik sterker. Til je borst op. En als het lukt, til je hielen op. Kijk naar één punt. En zoek rust in je adem. Armen komen langzaam naar beneden. Met de muziek mee. Niet alleen je handen, maar heel misschien ook je benen. Schouders weg. En adem. Zet neer. En plaats nu het gewicht op je rechtervoet. Linkerhand. Op je linkervoet aan de binnenkant. En je duim leg je of op je grote teen of op de bal van je voet. Knieën smal. En je schouders bij elkaar. Dus alles naar de middenlijn. En dan duik je naar voren voor dancers. Dan zoek eerst je balans, dan de stap verder. Voet in je hand. Hand trekt terug. En daarmee komt er iets meer hoogte. En als het lukt, neem je voorste arm mee. Hetzelfde aan de andere kant. Dus ontspan. Schud even los daar waar nodig is. Je hebt de tijd. Gewicht in links. Rechts vast. Duim op de bal. Duim op je grote teen. Denk weer in de middenlijn. Met je schouders, met je knie. En zelfs je buikspieren. Naar tip voorwaarts. Dan kun je voor mij je knie naar achter sturen. Dus zoek op de lengte in het been. Dan naar iets meer hoogte. Voorste arm. Op. Zet neer. Sluit je voeten. Lift je hielen. Lift je armen. Zet neer. Gaan we voor star pose. Dus je armen blijven hier en je stapt dan met je rechterbeen, meteen iets opzij. En dan maak je lang. Lang in je lijf, lang in je armen, lang in je benen.
Dan mag je het been iets optillen. En je rug is centraal in deze houding. Dus maak het kloppend. En dan langzaam vanaf de heup ga je kijken of je kan tippen. Zonder dat je de verhoudingen verandert. Want je rug blijft centraal. Wissel. Misschien even ontspannen. Uitstappen. Ah. Dus bouw hem weer goed op. Aan de vloer. Het midden met je rug. Dus zoek. Heb je de basis? Dan kun je kijken hoe ver je kunt gaan. Dus denk aan de middenlijn. Til op. En leun misschien iets. Voel de lengte en voel de kracht. Kom terug. Start in het midden. En dan je rechterknie. Til op. Duidelijk nu naar achter. Neem je armen mee. En tip vanaf je heupen. Daar ligt je draaipunt. Adem in. Til op. Nou, blaas uit. Beweeg. Wissel. Linksop. Adem in. Adem uit. Duik. Duik, verleng. En sluit je voeten. Spreid je tenen. Rol je schouders. Lift je armen. Land in je benen. En heel misschien, hielen los. Goed gedaan. Zet neer. Neem wat te drinken. Goed, we gaan verder met de heupen. Dus je mag naar beneden. Kom in een child's pose. Dus knieën aan de grond, grote tenen samen. En dan duw je je knieën naar buiten. En wat we dan eigenlijk doen, is een bredere pakken dan waar we mee begonnen. Dus wandel wat wijder, zet je handen voor. En settle dan met je heupen naar achter richting heel. Ontspan. Met je nek op je schouders. En als je dit helemaal fijn vindt met je armen voor, plaats dan je armen wat dichterbij en plaats je op je ellebogen. Dus een beetje weerstand is oké. Maar kun je daarna ontspannen? En als het antwoord dan nee is, pas aan. Pak je tot je borst op. Kruim met je armen iets dichterbij. Plaats goed op je onderarmen en dan gaan we naar kikker. Dus kik je hielen naar buiten en plaats het gewicht aan de binnenkant van je knieën. Flex je voeten, de stenen komen de hoek op. En dan settle je weer langzaam naar achter richting die stretch. En waar we natuurlijk zijn begonnen in die wijde child's pose, mag je daar naartoe altijd terug. Kies je voor de kikker. Kun je dan weer eerst die weerstand opzoeken. En dan weer ontspannen. Dus adem in, adem uit. Zie het als smelten. Loslaten. Misschien een beetje toelaten. En misschien voor je gevoel je knieën wat verder naar buiten. En ook loslaten in je handen, je gezicht, je schouders. Volgende pose. Plaats je handen onder je schouders. Zet af. En dan draai je je voeten naar binnen. Iets smaller met je knieën. En dan breng je je gewicht naar je rechterbeen. Gaan we voor swan. En we zijn lang hier. Veel keuzes. En dan is jouw taak de eerste kiezen. Dus hier. Blijf je rechtop. Kom je naar voren. Wil je ontspannen? Wil je bewegen? Heel misschien bovenin, voet vast, naar voren.
nu natuurlijk uitgelezen kans om je mermaid te oefenen, je zeemermin. Haak dan je voet aan de binnenkant van je arm. En als je dan hier moet stoppen, probeer de volgende keer deze. Probeer het. En verras me als je terug bent. Ah, misschien heb je het heel even hier vast. En dan kom je weer terug. In die ruimte heb je de tijd. Heb je. Rollen. Neem wat achter is, zwaai je naar voren. En ook hier keuzes. Stop je in een kleermaker sit. Of misschien doe je de halve lotus. Of misschien doe je een cow face. Dat betekent knieën bovenop elkaar. Dus je benen vallen iets verder overheen. En dan nu je arm het verst bij mij vandaan. Mag je optillen. En dan stretch je naar voren. En je weet het, hè, elke verandering is een optie. Dus je mag, je hoeft niet. Als je jezelf een beetje bekneld voelt, haal er iets uit je armen, je benen. Maak het kloppend. Rollen. Doen we hetzelfde aan de andere kant. Dus ontvouw je benen. Draai naar de andere kant van je mat. Andere been voor. En heel veel tijd. Hoe voel je hem in? Welke optie je hebt gekozen. Maar laat los. Neem het achter is naar voren. Een gewone kleermaker zit. De halve lotus of die cow face. Arm het vers bij mij vandaan. En misschien kom je niet met je vingers bij elkaar, want je mag inhaken. Pak je shirt. Dit is prima. Kom naar voren. Hier. Ontspan. Ah. Rollen. Ontvouw je benen. En dan kom je naar Down Dog. We gaan voor rug. Dus zet je handen voor je neer. Schouderbreedte, voetenheupbreedte. En duw jezelf uit. Benen dicht bij mij. Til op. En kom dan Down Dog op drie benen. Met je heupen recht, dus duw vanuit de hiel. Breng het gewicht naar voren. Dring je knie in. Zet haar af met je handen. En maak de bovenkant van je rug rond. Wissel. Linksaf. Dus probeer niet te openen met de heup, maar naast elkaar te houden. Kom voorwaarts. Rond aan de bovenkant van je rug. Sterk in je armen en sterk in je buik. Neus naar knie. Wissel, doe het sneller. Net als de warming up, weet je nog? Stil op en kom naar voren. Dan verdeel het werk over heel je lijf. Met je core centraal. Wissel van been, til hem op. De lucht stroomt, dus adem. Nog eentje. In naar voren, rug rond, land op je knieën. Nou, handen goed onder je schouders, knieën onder je heupen en je rug recht, dus actief. Hand dichtst bij mij, en tegenovergestelde been, til op. Je mag de diagonaal opzoeken, maar je rug is mooi in het midden, dezelfde lijn als je mat. Breng nu samen je knieën en je elleboog. Zet weer af met je hand in de grond en zoek de ronding in de rug.
plaats, wissel. Dus voorkom dat je gaat hangen in je schouder, gaat hangen in je rug. Actief in alles. Maak rond. Neus naar knie. Wissel weer van kant. Nieuwe beweging. Diagonaal. En dan til je af in kleine korte stukjes. Dan kun je zo activeren in je lijf dat het enige wat beweegt je arm en been is. Zet neer. Wissel. Controleer en beweeg. En de zuurstof, adem in, adem uit. Stop. Nou, kom liggen op je buik. En dan heb ik een cobra aan het einde. Handen onder je schouders, bij je ribben. Til op, met handen of zonder handen. Knijp in je binnen. Knijp tussen je schouders, in je buik en adem. Goed, ontspan, zet je handen onder je schouders. Kom in handy squat. Nou, als je de handy niet helemaal voor elkaar krijgt, kom op je knieën. En zorg dat je rug recht is. Deze of handy is. Nou, draai. Til je rechtse arm af. En probeer je schouders bij elkaar te houden. Wissel. Open. Je linkerarm. Dus je mag in handy squat. Red je het niet met je benen. Om wat voor reden? Op deze. Yes. Kom staan. In het midden. Maak een forward fold. En ontspan. Draai nu een kwartslag. Met je neus naar de korte kant van je mat. Oeh. Dan stap je in het been. Het verst bij mij vandaan. Een metertje naar achter. Hou je voeten parallel. En uit elkaar. Vanuit hier. Til je borst op en maak je rug lang. Strek uit. En in die lengte plaats je je hand nu bij je voet. Pak je heup vast, duw hem naar achter. En dan til je je arm op. Dus het is een triangle twist. Als je jezelf nu helemaal weer in de beknelling voelt, kom omhoog, zoek de ruimte. Kom dan je bovenste arm. Om je onderrug heen. Billen blijven naast elkaar. Niet gaan twisten. Adem. En misschien de druk eraf halen door je voorste been iets te buigen, dat is oké. Ontspan. Draai nu in je andere been. Oeh. Gaat er nog steeds een metertje uit elkaar? Heupen naar achter, actief in je voeten. En dan til je borst op, maak een lengte. Dan zet je hand neer bij je voet. Of misschien is het been beter. Pak je heup, duw hem naar achter. Heb je de ruimte? Til op. Wat is beter, naar beneden kijken? Opzij. Naar beneden. Pak je rug, draai je borst. Yes. Dan sluit je voeten en ontspan. Ontspan je nek, ontspan je schouders, nachtcontact. Bovenlijf, bovenbenen. Dan mag je je handen achterin vastpakken en je knoppen zonder hoofd duwen. Dan lukt het dan neer, mag je over je hoofd vast. Adem. Breng dan langs je handen naar beneden. Zet je handen neer. Buig je knieën. En kom liggen. Kom liggen op je rug. Neem de ruimte. Met je nek, je schouders. De rest van je wervels, je heupen. Pak je rechterbeen vast. En je linkerbeen mag je neerleggen. Geef mij met de zwaarte kracht. Schouders, rug, heupen. En de rest volgt.
Pak je been vast met je tegenovergestelde arm. Neem hem mee. Laat hem rusten in je hand. Laat hem rusten op de vloer. En als het te veel is, buig de benen. Dan probeer je schouders beide in contact te houden met de grond. En als het lukt, kijk weg. Dan kom langzaam terug in het midden. Misschien ben je een beetje verplaatst, dus reset de middenlijn, je rug. En pak je andere been vast. Til hem op, maak het lang. Schuif het wellicht uit als het goed voelt in je rug. En geef weer mee met de zwarte kracht. Neem je been weer mee naar de andere kant dit keer. Open je armen. Pas aan waar nodig. Schouders ontspannen. Hoofd draait weg. Dan onderzoek waar in je lijf kun je het niet loslaten. Schouders, heupen. Kom terug in het midden. Reset de rug. Zoek de middenlijn weer op. En til je voeten op. Als het lukt, pak je met twee vingers je grote tenen vast en open je voeten. Als je niet zoveel ruimte hebt, rust aan de binnenkant van je benen. Haal de drukte misschien af of ondersteun. Buig je been. Pak de onderkant van je voeten vast en strek je uit. Met je nek, leg je schouders wat breder neer en lay down. En een happy baby. Ontspannen je benen en leg je armen boven je neer. Pak vast bij de armen. Dan laat los, buig je benen, pak vast en rol jezelf op. Dan zeg ik heel erg bedankt voor het meedoen. Ik hoop zo tot snel en veel plezier met deze les.